Ik sta hier in het Joods Historisch Museum met Bernadette van Woerkom, conservator. Er is nu een nieuwe tentoonstelling. Welke tentoonstelling is dat? Dit is een tentoonstelling waar we nu in staan van de fotograaf, de Amsterdamse fotograaf Philip Mechanicus. Die leefde van 1936 tot 2005. Een fotograaf die vooral in zwart-wit heeft gefotografeerd, heel veel in de oude Jodenbuurt heeft gefotografeerd. Maar waar hij het meest beroemd, bekend door geworden is bij heel veel mensen, zijn zijn portretten. En hoe is hij begonnen? Want hij is al heel vroeg begonnen met fotograferen. Ik geloof 13 of zo. Hij was 13 toen hij zijn eerste fototoestel kocht van zijn spaargeld. Een Kodak Brownie. Een heel populair klein toestelletje in die tijd. Daar ging hij thuis in de keuken bij zijn moeder mee experimenteren. En in Artes. Hij fotografeerde ook veel dieren. Maar later heeft hij natuurlijk meer professionele apparatuur gekocht. Of hij leende eerst een Rolleiflex van zijn zwager. En als ongeveer 20-jarige jongen is hij assistent geworden van de beroemde fotograaf Ad Windig. En hij heeft toen eind jaren 50, begin jaren 60, een paar jaar lang in de oude Jodenbuurt gefotografeerd op straat om te oefenen als fotograaf. We staan hier nu bij die straatfoto's. Kunt u daar wat over vertellen? Hij heeft heel veel op straat gefotografeerd. Dat was zijn eigen buurt die hij kende als zijn broekzak. De oude Jodenbuurt was na de Tweede Wereldoorlog een hele vervallen, beschadigde buurt. Veel puinhopen, ruïnes. De meeste bewoners waren weggevoerd en vermoord. Dus je ziet hier op de foto ook veel treurnis en ellende, afgebroken huizen, de man met de sloophamer, blinde muren die voor afbraakterreinen werden gezet. Dat is één aspect van de wijk die hij heeft proberen weer te geven. Aan de andere kant probeerden de bewoners die er nog waren, die probeerden toch weer het leven na de oorlog op te pikken. Dus hij heeft ook foto's gemaakt op de Waterlooppleinmarkt. Leuke, vrolijke handelslieden. Daar was natuurlijk altijd veel leven. En wat hij vooral heeft gedaan is straatkinderen fotograferen. Hij was zelf nog heel jong. En hij zag de kinderen op straat. Er waren heel veel kinderen toch wel op straat. En die waren heel vrij. Die hadden hun eigen leven. En dat leven heeft hij heel precies en systematisch vastgelegd op school, op straat, kattenkwaad uithalen. Hij wilde daar toen de tijd heel graag een boekje van maken. Het straatjongensboek, zo had hij dat gedacht. Is helaas niet doorgegaan, want hij was nog te onbekend als fotograaf. Maar omdat het toen niet gelukt is en omdat die foto's zo ontzettend mooi zijn, hebben wij voor deze tentoonstelling wel dat boekje gemaakt. En in de tentoonstelling kun je al die foto's zien op een beeldscherm. Als we verder lopen, dan komen we hier bij de portretten. Ja, dit zijn de eerste portretten die we hier zien. Portretten van schrijvers, kunstenaars, dichters. Allemaal bijna uit Amsterdam. Philip was een twintiger in de jaren 60. En stapte voluit in het bruisende leven van de jaren 60 van Amsterdam. Er was een bruisende, hippe kunstscene. En daar nam hij volop aan deel. En hij fotografeerde al die mensen. Hij maakte deel uit van een vriendengroep waar bijvoorbeeld ook de schrijvers K. Schippers en Bernlef toe behoorden. Jonge jongens toen nog, die met hun dadaïstische literatuur en gedichten de Nederlandse literatuur een beetje op zijn kop, een beetje opschudden, zeg maar. Dat heeft Philip allemaal vastgelegd. En ook toen al beroemde schrijvers als Gerard Reven en Hermans en Kampert geportretteerd. Want het portret was het genre waar zijn hart het meest naar uitging. Waar hij ook het beste in was. Hij heeft ook gefotografeerd voor boeken en zo. Hij werd vaak gevraagd door uitgeverijen om portretten te leveren van schrijvers en dichters. En veel van die foto's die zijn door de tijd heen steeds opnieuw gebruikt voor de omslagen van boeken of inboeken. En dat was een belangrijke bron van inkomsten voor hem. Ja, en dat was al vanaf het begin van zijn carrière tot veel later, tot aan zijn dood, zeg maar. Ja. Daarom liggen er in de tentoonstelling ook veel boeken in de vitrines met op de omslagen foto's van Philip te zien. En dat zijn alle beroemde schrijvers van Nederland, passeren de revue.
Dit zijn ook bijzondere van voorwerpen en van dierenfoto's. Dit is een wand waarop we wat autonoom werk van Philip hebben gehangen. Zijn vrije werk. Hij had veel opdrachten, maar daarnaast fotografeerde hij ook voor zichzelf. Dat waren foto's van hele eenvoudige onderwerpen en thema's. Een eend in een tijl op het Waterloopplein of een paar flesjes op een houten tafel. En doordat hij zijn bijzondere gaven voor compositie en zijn oog voor lichtval inzetten, werden dat toch hele bijzondere geladen foto's, vaak een beetje surrealistisch. Er gebeurt niet veel op, maar de compositie is gewoon heel erg mooi. En ja, zoals je naar een schilderij kunt kijken. Als we hier naartoe lopen, dan zie ik foto's met heel veel straattekst en zo. Had hij daar een voorkeur voor? Ja, hij had een bijzonder oog voor typografie en voor letters in het straatbeeld en een voorliefde ook. Zijn vader was letterschilder. Dat is een beroep dat inmiddels helemaal is uitgestorven. Maar vroeger op winkels en op bioscopen had je altijd iemand nodig die letters schilderde, want er waren nog niet van die mooie plakletters als nu. Hij had zelf ook een opleiding tot grafisch ontwerper. Dus hij was daar heel erg op gespitst. En dat zag je ook heel veel in het straatbeeld. Dus als je door zijn werk heen gaat, dan zie je dus heel veel foto's waarin letters een rol spelen. We hebben daarvan een kleine selectie gemaakt. We zien hier bijvoorbeeld twee foto's met graffiti. Een hele nette graffiti hoor, vergeleken met die van nu. Want in die tijd had je nog niet zoveel graffiti, dat was heel zeldzaam. Maar als het er was, dan werd het door Philip Mechanicus gefotografeerd. Nou merk ik op dat al zijn foto's zijn eigenlijk zwart-wit. Had hij daar een voorkeur voor? Zijn opvattingen over fotografie waren eigenlijk heel ouderwets. Hij vond dat altijd alles scherp moest zijn. Hij hield niet van gedoe en franje eromheen. Het moest allemaal to the point zijn en zakelijk en droog. En ja, de zwart-wit fotografie was natuurlijk de echte fotografie. Kleurenfotografie heeft hij wel gedaan voor zijn commerciële onderwerpen. Maar wat belangrijk was, was dat Philip graag het hele proces van het nemen van de foto tot de druk helemaal in eigen hand had. Dan hebben we hier weer een hele wand vol met beroemdheden. Is hij eigenlijk zijn hele leven portretfotograaf geweest? Philip is al heel jong met portretten begonnen en dat heeft hij ook tot aan zijn dood gedaan. Maar ik moet wel zeggen, er zijn wel periodes geweest waarin dat op een wat lager pitje was geraakt. Omdat hij ook, hij was eigenlijk een dubbel talent, want behalve fotograaf was hij ook schrijver, publicist. Hij schreef veel over eten, hij had culinaire columns in allerlei kranten en tijdschriften. De ene periode was het wat intenser dan de andere periode. Maar het was wel een genre waarin hij zijn naam heeft gevestigd. Als mensen de naam Philip Mechanicus horen, denken ze altijd aan zijn portretten. Hij is in 2005 overleden en hij heeft dus het digitale tijdperk wel meegemaakt, maar nooit echt, is hij nooit echt daar ingedoken? Nee, voor zover ik weet niet. Hij heeft altijd analoog gefotografeerd. Zijn Hasselblad, waar hij mee fotografeerde, die staat ook in de tentoonstelling. Het zijn allemaal negatieven ook, hè? Echte negatieven nog, die in zijn archief te vinden zijn. Kunt u nog iets vertellen over deze indrukwekkende wand met toch wel hele bekende mensen? Ja, we zien hier eigenlijk wat je zou kunnen zeggen het pantheon van de Nederlandse literatuur rond 1980. Philip heeft toen voor NRC Handelsblad een hele serie portretten gemaakt van schrijvers en dichters die toen crème de la crème waren van de Nederlandse literatuur. En daar heeft hij ook een boek van gemaakt. Dat was zijn eerste fotoboek, De Pose der Natuurlijkheid. En voor deze wand, hij heeft het zelf ooit ook op deze manier geëxposeerd. Dus daarom hebben wij dat nu ook gedaan. Voor deze wand hebben we een keuze gemaakt. Er waren in totaal 66 foto's. Wij hebben nu 39 foto's. Ja, en daar zie je, het is soms een quiz als mensen hier staan te kijken. En dan gaan ze raden wie het, of raden, de meeste mensen weten het wel. Maar je ziet Gerard Reven, Karel van het Reven, Boudewijn Bug, Maarten. Nou, iedereen eigenlijk die er toen toe deed, die zie je hier. Helaas zijn er inmiddels ook al heel veel overleden. We zien hier foto's van, ik denk, Japanse mensen. Is hij ook in Japan geweest? Ja, hij is in 1990 is hij 2 maanden in Tokio geweest.
En daar heeft hij portretten gemaakt van Japanners. Geen bekende Japanse persoonlijkheden, maar gewone mensen. Philip was iemand die zich toch altijd bleef ontwikkelen in zijn fotografie. Naar nieuwe invalshoeken altijd zocht. En hij was hier in Nederland al gefascineerd door het Japanse, door het Aziatische gezicht. Philip keek heel erg naar een gezicht als vormen, als een samenspel van vormen en lijnen. En in het Japanse gezicht zag hij toch weer hele andere mogelijkheden dan in onze bleke kaaskoppengezichten. Dus hij is daar 2 maanden geweest en heeft daar allerlei mensen gefotografeerd. Het is een prachtige serie geworden. En heel anders dan de andere portretten, omdat je hier niet te maken hebt met de factor dat je denkt, oh, dat is die en die en die en wat is die oud geworden of wat is die kaal geworden of wat heeft die in rimpels gekregen. Hier gaat het echt puur om het portret en hoe Philip dat gemaakt heeft. Hier zie ik heel veel voorwerpen uit de natuur. Kunt u daar iets over vertellen? Je ziet hier vrij werk uit zijn laatste periode, jaren 90, het begin van de 21ste eeuw. Philip is toen weer vrije fotografie gaan maken. Had hij een tijdje laten liggen. En dat werd op dit, vroeger, voorheen ging hij de straat op om te fotograferen. Maar later heeft hij dat alleen nog in de studio gedaan, dat vrije werk. En dat zijn stillevens geworden, vaak van eten. Van asperges, van spiegeleieren bijvoorbeeld. Maar ook van blaadjes van bomen of Japanse gemberwortel. En dat zijn hele verstilde, intense foto's geworden. Waarin hij zich helemaal concentreerde op de vorm. Via belichting en compositie. En ik vind ze zelf stuk voor stuk allemaal heel erg prachtig. Sommige foto's gebruikte hij voor zijn columns over eten. Maar andere zijn nooit gepubliceerd of nooit naar buiten gekomen. Maar deze foto bijvoorbeeld van de Japanse gemberwortel is zo ongelooflijk verstild. Dat ik dat een hele mooie afsluiting vind van de rondgang door de tentoonstelling. Hier is hij uiteindelijk op uitgekomen.